allemaal. Vandaag ga ik jullie vertellen over de striplak. Striplak is echt een uniek nagellaksysteem waarbij de nagellak niet met nagellak remover afgehaald hoeft te worden, maar hij gaat eraf als een vliesje. Klinkt natuurlijk allemaal heel apart, maar ik ga het jullie allemaal laten zien. Volg je het met me mee? Dit zijn de producten die je nodig hebt. Een ledlamp. De twincoat, dat is de basislak en de topcoat. Een kleurlak, een nagelvel, reinigingspads en als laatste het bokkenpootje. Eerst gaan we beginnen met de nagelriemen. De nagelriemen duw je een klein beetje naar achter. Dit doe je met een speciaal bokkenpootje. En het liefst als de nagelriemen wat zacht zijn, dat geeft het mooiste resultaat. En dit doe je bij alle nagels. Daarna doe je alle nagels een klein beetje opruwen. Hierdoor hecht de striplak wat beter. Ik ben nu bezig met de twincoat aan te brengen op de nagels. Dit is zowel de basislak als de topcoat. En hiervan breng ik een heel dun laagje aan op iedere nagel. Als ik klaar ben, gaan mijn nagels in het apparaatje. 60 seconden. Als de 60 seconden af. Ik heb nu de kleurlak erbij gepakt. We gaan vandaag 910 Rosy Wine doen. Dit is een wat luchtigere lak. En ik breng hem aan tot aan de nagelriemen. Niet helemaal tegen de nagelriem aan. Als je nu klaar bent, gaan we gelijk even 10 seconden in de lamp. Als ik dat niet doe, dan kan het zijn dat de nagellak een klein beetje terugtrekt. Na 10 seconden gaat hij vanzelf weer uit. Neem ik weer een beetje nagellak en doe ik de volgende laag. Ook deze doe ik weer 10 seconden en zo ga ik iedere nagel langs. Als ik klaar ben, gaan mijn vingers weer in de lamp. Als je klaar bent met alle nagels, dan heb je natuurlijk alle nagels al 10 seconden erin gedaan. Nu gaan ze er allemaal 60 seconden in. Als dit klaar is, doe je nog een ronde. Lak je alle nagels, hoef je niet meer tussentijds 10 seconden even te lakken. En dan doe je hem weer uitharden in de lamp. Alle nagels hebben nu 2 laagjes nagellak gekregen. En als laatste pak ik weer mijn twincoat en breng ik over alle nagels weer netjes de twincoat aan. Zorg dat hij goed ook over de rand gaat. En zo doe je alle nagels. Als je alle nagels gehad hebt, doe je hem weer 60 seconden in de lamp. Als de nagels nu klaar zijn met uitharden van de twinlak, dan mag hij eruit. Maar dan zit er nog wel een beetje een plakkerig laagje op de nagels. De nagellak is verder helemaal uitgehard. Dan komen we bij de reinigingspads. Ik heb hem alvast even voor jullie opengemaakt. Hij moet namelijk erg goed dicht zitten, omdat hij anders heel snel uitdroogt. Met deze pads kun je heel goed het laatste plakkerige laagje eraf halen. Je haalt het eraf en er ontstaat een hele mooie glans
op de nagels. En als ik alle nagels gehad heb, dan is dit het resultaat. Zorg dat als je de nagels weer wilt verwijderen, dat je zachtjes aan de zijkant een hoekje omhoog duwt. De nagels mogen niet beschadigen. Dat is helemaal niet goed voor de nagels. Als ze niet goed eraf gaan, dan is er een peel-off substantie, product te koop. En dat doe je dan even een laagje erop. Voordat je gaat slapen, dan kun je ze 's morgens heel makkelijk als een vliesje verwijderen. Alle producten zijn los te koop in de webshop. Maar er zijn ook starterskits te koop. En een starterskit is ideaal omdat je dan gelijk alle producten bij elkaar hebt. Heb je verder nog vragen? Neem gerust contact met ons op via info@vivadonna.nl.